kijken. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je het beste van twee werelden met elkaar kan combineren. Ik ga namelijk frambozen cheesecake brownies maken. En het klinkt inderdaad fantastisch en dat is het ook, want het is een laag brownies en een laag cheesecake. En daar zitten dan frambozen in gestopt. Echt te lekker en heel erg simpel om te maken. We gaan beginnen met het maken van de brownie laag, want dit is de laag die als eerste in de bakvorm komt en dus onderop komt te liggen. En voor deze brownies hebben we 200 gram extra pure chocolade nodig. Dit is chocolade met minimaal 75% cacao. Dan heb ik hier een kommetje met 110 gram normale bloem. En daarbinnen zit een theelepeltje bakpoeder. Hier heb ik 200 gram witte bastardsuiker, 200 gram ongezout roomboter. Ik heb een snufje zout nodig en 3 eieren. Nu heb ik best wel grote eieren, dus vandaar dat ik er 3 gebruik. Mocht je een normaal medium formaatje hebben, dan zijn 4 eieren beter. We beginnen allereerst met het smelten van de boter. En dat doe ik au bain-marie. En dit doe ik zodat ik ervoor kan zorgen, dus echt zeg maar meer de warmte kan reguleren. En daarmee kan zorgen dat de boter niet aanbrandt. Het is 200 gram ongezouten, mag direct uit de koelkast, mag op kamertemperatuur. Omdat we het smelten maken, dat niet zo heel erg veel uit. Nou, de boter is helemaal gesmolten, dus die doen we even in een mengkom. Die heb ik hier al staan. En dan zetten we de kom waarin we de boter hebben gesmolten gewoon weer terug op de pan. En dan smelten we hier direct de chocolade in. Gewoon alles in één keer erbij gooien. Het maakt niet uit dat er nog een klein restje boter in de kom zit. Straks moet het toch allemaal gemengd worden, dus of dat nu al een klein beetje is, maakt niet zo heel erg veel uit. Zo. Terwijl de chocolade aan het smelten is, klop ik alvast de suiker door de boter. Ik voeg het gewoon allemaal in één keer toe. En met de garde roer ik het door tot een walmig, beetje schuimig mengsel. De boter en de suiker zijn goed gemengd, dus nu ga ik één voor één de eieren toevoegen. En na ieder ei klop ik deze er even goed doorheen. Je zult zien dat het mengsel echt al heel gauw dikker wordt, dus dat is goed. Volgende ei. En het laatste eitje. Prima, het is nu echt al heel dik geworden. Dit laten we even staan totdat de chocolade gesmolten is. Dan kan die erbij. Nou, de chocolade is ook helemaal gesmolten, dus die doen we bij het boter- en eimengsel. Zorg dat je alles uit de kom scoopt. We hebben hier nu verder geen garde meer voor nodig. Je kunt het kloppen met een garde. Pannenlikker doet het ook prima. Of zelfs desnoods een houten lepel. Het werkt eigenlijk allemaal wel. Nou, dit roeren we er even doorheen. Goed mengen. Heeft maar echt maar heel weinig tijd nodig. Want zoals je ziet is het nu al gemengd. En dat heb ik na 10 seconden even doorgeroerd. Nu voegen we de bloem en het bakpoeder toe. Gewoon in één keer. Heel veel mensen zeggen dat je bloem moet zeven. Ik doe het eigenlijk nooit en ik heb nooit klontjes in mijn beslag. Dus ach, gemak dient de mens, dacht ik maar zo. En de bloem vouwen we dus met die pannenlikker door het chocoladebeslag heen. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. En echt een pure brownie laag. En dat is juist lekker, want die cheesecake laag zo meteen is lekker zoet. Dan heb je dat fris, zure, beetje zoete van de framboos. En dan die bittere chocolade erbij. Het is echt heel erg lekker. Dit is prima. Dan heb ik hier een vierkante bakvorm. Deze is 20 bij 20. Even ingevet met een beetje olie. Stukje bakpapier ingelegd. En daar stort ik nu dat brownie mengsel onderin. Dit spreiden we even uit. Zodat ook de hoekjes goed bedekt zijn. Prima. En dan laten we deze even staan. En ondertussen gaan wij aan de slag met het maken van de cheesecake laag. Nu de brownie laag onderin de bakvorm zit, gaan we verder met het maken van de cheesecake laag. Die moeten zo meteen gewoon bovenop, want het gaat allebei in de oven. En voor de cheesecake laag hebben we eigenlijk maar heel erg weinig nodig. Om te beginnen hebben we 400 gram roomkaas nodig. Ik gebruik voor zoete baksels eigenlijk altijd Monchou, maar iedere naturelle roomkaas volstaat wel. Dan een ei. Ik heb weer een groot ei, dus gebruik 2 eitjes als je klein hebt. 200 gram bastardsuiker en een theelepel vanille aroma. Voor het maken van de cheesecake laag doe ik gewoon alle ingrediënten bij elkaar in een kom. Heel makkelijk. Je hoeft niet te wachten met het toevoegen van de suiker of van het ei. Je doet gewoon lekker alles bij elkaar in. Suiker. Theelepeltje vanille aroma. Oeps, zonder dopje.
Je kunt ook vanille-extract gebruiken. Overigens, of een verse vanillepeul. En een ei. En dit zet ik nu onder een standmixer. Ik heb een standmixer, dus waarom zou ik hem niet gebruiken? Je kunt het natuurlijk ook gewoon met de elektrische handmixer doen. Dit maak ik nu tot een egaal mengsel. De cheesecake laag is mooi egaal geworden, is goed vloeibaar. Het enige wat we nu hoeven te doen is die op de brownie storten. Probeer dit wel al gelijk een beetje te verdelen. Die brownie vorm is natuurlijk ook vrij vloeibaar nog. Of die brownie laag, sorry. Als je dan die cheesecake vulling alleen maar in het midden schenkt en dan alles met de pannenlikker nog moet uitspreiden, loop je de kans dat die lagen goed door elkaar heen gaan lopen. En dat, eigenlijk is dat een beetje zonde. Zo is goed. Verspreid het even voorzichtig een klein beetje, zodat die lagen dus intact blijven. Over alle hoekjes. Dat is perfect. Dan heb ik hier een doosje met frambozen. Die heb ik uiteraard even gewassen. En ik gebruik ze gewoon allemaal, want het is lekker. En die doe ik gewoon willekeurig in. Een klein beetje aandrukken, zodat ze niet helemaal op de bovenkant komen te liggen. En dat ziet er straks ook gewoon wat leuker uit als je de brownies aansnijdt. Als dat echt een beetje, nou ja, verdeeld is over de laagjes. Zo zien de frambozen cheesecake brownies eruit voordat ze de oven in gaan. Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden. Nu bak ik ze in ongeveer 35 à 40 minuten af in het midden van de oven. Ik haal de brownies net uit de oven en zo zien ze er nu uit. Kijk of ik ze een beetje kan laten zien. Zoals je ziet is het in het midden nog een klein beetje wiebelig. Maar dat hoort. Dat is eigenlijk altijd met gebakken cheesecake. En eigenlijk is het natuurlijk niet meer dan dat nu. Als je hem zo meteen laat afkoelen, en dan stijft dat vanzelf helemaal op. En dan kun je de brownies in mooie stukken snijden. Ik heb net al stiekem even een hoekje geproefd. En het is zo ontzettend lekker. Die pure chocoladebrownies gaan echt perfect samen met die hele zoete cheesecake. En dan heb je dat frisje van die frambozen er tussendoor. Het is echt de perfecte zomertractatie eigenlijk, als je het mij vraagt. Het kost even wat tijd in de oven. Ik zei net zo'n 35 à 40 minuten. Bij mij hadden we toch wel even ietsjes langer nodig. Hou het gewoon goed in de gaten. Die cheesecake gaat bovenop bruin kleuren. Dat is helemaal goed. Maar zolang die nog echt vloeibaar is in het midden, en als je die pan heel zachtjes heen en weer beweegt en het wiebelt gewoon echt heel erg, dan moet hij er toch echt nog even in. Jiggelt het een beetje in het midden, dan is die precies goed. Haal je hem eruit en laat je hem verder afkoelen op het aanrecht. En dan zul je zien dat hij straks gewoon mooi stijf is geworden. Natuurlijk kun je deze cheesecake brownies ook maken met andere soorten zomerfruit. Gebruik bijvoorbeeld bosbessen of bramen. Gaan ook heel erg goed. Aardbeien zullen ook nog wel kunnen. Maar zorg er gewoon voor dat je vers fruit gebruikt. Gebruik je diepvriesfruit, dan heb je kans dat die kleur gaan verliezen in de oven. En dan ziet het er gewoon niet zo mooi meer uit. En vaak worden er toch een beetje waterig van. En dat is heel erg jammer. In ieder geval, deze brownies moet je zeker een keer proberen, want ze zijn echt heel erg lekker en ze zien er gewoon heel erg leuk uit. Mocht je aan de hand van dit recept nou nog vragen of opmerkingen hebben, stel ze hieronder op YouTube of bij de comments op de site. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal en ik zie je de volgende keer weer. Doeg!